medisch gaan door en die blijven op deze zeef hangen. En dan kan je stellen. Dat is met het zot. Het mooiste is als je een douchslang hebt, dan krijg je nog een beetje maar onder een straal gaat wel. Beter dan van de onderschuik, ja. Het scheelt niet veel hoor, maar ja. Ook op zitten. Is dit het? Ja, man. Even kijken of die. Je moet hem even dit vasthouden, anders. Ja. Vijf, zes, zeven, acht, dit zijn er waarschijnlijk twee, ja, negen, nee, totaal 9 meter. Op 300. Dat is 3%. 3%. 3%. Komt er op de bij, hè? Dat is toch niet zo slecht? Nee, dat is niet zo slecht. Je moet ze ook hier in de zon zetten, als je dat buiten doet. Ze laten het weer staan. Laat het toch weer los. Dan anders gaan ze echt, kijk, hier zocht hij in. Kom je op de suiker af? Dan gaan we daar nog een beetje bij zetten. Zo. Ja. Ja. Zijn ze sneller dood om de maanden? Ze vallen dus niet zomaar vanzelf. Vochtig weer, dan heb je bij het gok wat vochtiger en dan krijg je toch wat klont voor. Ja. Dus je moet eigenlijk mooi met droog weer doen met poedersuiker. Kan gewoon aanstreken. Het voordeel van die zeepsop, dat kan je altijd doen. Nou, als je nu kijkt. Dan zie je dus al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meter. Als je beter als je moet er wat water bij doen, dan is de suiker op. Dan zie je beter. Ja, dat is een beetje beter. Met laag besmettingen kan je dus beter de seeps op doen. Want dan vind je misschien 2 en hier vind je misschien maar 1 of zo. Ja, kijk, dat is niet beter. Oh ja, hoeveel zijn dat? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Royal. Maar die ogen dat is een goede pop. Dus nou, die pak je eruit. Ook lastig. Ja, dat moet je wel luisteren. Boem, boem. Je moet op een gegeven moment tellen en dan leg je de pop hier op een rijtje neer. Dan maak je rijtjes van 10. Want op een gegeven moment vind je er een nageslacht en dan moet je weten hoeveelste cel het is die je hebt overgemaakt. Je hebt ook wel eens een keer dat je nageslacht vindt en je denkt, hé, ik zie geen meid. En dan heb je de pop, de laatste pop die er ligt. Ja. Ik gooi zo direct op een hoopje. In het begin moet je het absoluut niet doen, want dan denk je op zo'n gegeven moment, was het nou de 30 of de 40? Hoeveel was het? En dan ga je die pop altijd nog even bekijken. En er zit soms ook nog nageslacht, een paar eitjes of wat zit op die pop, zo'n witte pop. Dat zie je niet, dan kan je terugleggen onder de microscoop en dan bekijken. Kijk, nu zie je de bodem. Ja. Dan zie je nog wat poep van de velletjes van de pop die er op de bodem zit. Kijken, dit een beetje, hè, dit doen, om goed in die cel te kunnen kijken. Dus gewoon met de punt, dit openmaken, zo goed open, hè, dat je goed in die cel kunt kijken. Hup, haal je het uit. Ja, dat is nummer 2. Als geluk, dat is natuurlijk erg mooi, maar op de andere manier nu zit er een volwassen bij in. Zie je? Die sla je over. Ja, die sla ik over. Waarom? Dat heb ik niet gezegd.
wel buiten protocol. Dan kunnen toch gewoon nog bij het ding zitten? Ja, maar dat laat ik u niet zien, dat is lastig. Ik weet niet goed zien of het een hoogste erin vast in zo'n 2 volwassen meter. Dat was het toch? Kijk, je ziet, dit is niet open geweest, want je ziet het hele vliesje nog van de pop. Die kan er nog wel uit. Die is heel donker al. Die is 10 dagen. En dan zie je, deze. Die is al geel, zie je? Ja. Deze pop. Zie je? Ja. Nou, deze heeft dus al zwarte antennes. En dat, dan bij jullie is dat eigenlijk al de grens, omdat je dan al heel moeilijk kan zien of het een volwassen dochter is of ook een extra moedermeid. Kijk, dit is niks, hè? Die is wel wit, zie je het? Ja. Die halen er ook wel eens uit als ze dus willen tellen van wat is het, de besmetting. Samen met de lijst. Ja, dan zie je gewoon meid erin zitten. Is het een beetje redelijk te volgen daar? Ja, prima. Ja, we zien er eentje aan de zijkant, ja. Oh ja. Dit is dus een van de proto-nymfen, beide vrouwtjes, geen mannetje en ook geen eitjes. Dus die is, in principe is die niet reproducerend, deze. Hoe ga je de diepte gaan zetten? Diepte gaan we stellen. Maar je kan het niet veel dieper, want je ziet de pop, hè? Met die paarse ogen. Breiter gewoon in dat huis. Is dat een kleine stukje? Dat geeft niet, moet genoeg, want die lenzen goed zijn.